Ik heb een eigen bedrijf en ik had behoefte aan wat meer maatschappelijke betrokkenheid. En toen heb ik gekozen om te solliciteren bij Curio. Dus nadat ik bij Curio werk, werk ik ook in mijn eigen bedrijf. En die combinatie is heel fijn, dat is leuk. Ik ben een zij-instromer. Wat Curio dan doet, die bieden je daarbij dan een profiel aan en er hoort ook een opleiding bij. Nou, ik vind de opleiding heel erg leuk, want dat zijn wel dingen waar ik weinig ervaring mee heb. Dat zijn natuurlijk didactische en pedagogische vaardigheden. Ja, daar word je wel in getraind. Ik geef voornamelijk praktijklessen. Dus wat wij doen met de studenten is dat we ze in een echte veilige werk- en leeromgeving kennis laten maken met echte werkzaamheden. De studenten vinden dit leuk, want het is natuurlijk voor hun is heel tastbaar. En ze leren heel veel praktische dingen die je alleen maar kan leren wanneer iets echt gebeurt. Dus als ze ook een fout maken, worden ze ook afgestraft. En als ze iets goed doen, worden ze ook beloond. Ja, en dat is natuurlijk wel essentieel voor ons, voor praktijkonderwijs. Het opzetten van een snowboardmerk, daar komen heel veel verschillende componenten, zitten erin heel veel verschillende mensen en die moeten samenwerken en uiteindelijk krijg je zeg maar het gewenste resultaat. En dat is bij ons bij Curio is dat natuurlijk ook zo. We hebben heel veel verschillende componenten waarin de student centraal staat en dan is het grootste succes is toch wel dat het opzetten van Curio Shop van het werkleerbedrijf met alle verschillende partijen, dat dan draait en dat de student daar zeg maar succesvol doorheen kan lopen. Ja, dat is denk ik wel mijn succesverhaal.